Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag woensdag 12 januari. Ook vandaag starten wij deze uitzending met een kijk op de COVID-19 dashboard. Met een record van 1062 besmettingen in één dag geeft alleen maar aan hoe zorgwekkender de situatie wordt in Suriname. Van de 2267 swabs die zijn afgenomen, zijn 1205 mensen negatief. Het percentage voor wat betreft het aantal positieven is 46,85%. Dit percentage moet volgens de WHO onder de 10% zijn. Een daling is te merken aan het reproductiecijfer dat nu staat op 1,99 en dat is ook af te lezen op de curve welke dagelijks gepubliceerd wordt op de BOG-website. Eén persoon heeft het leven gelaten, terwijl op de ICU er 4 personen dag en nacht verzorgd worden. Ook een stijging in het aantal ziekenhuisopnames. Er worden 68 mensen verpleegd in de verschillende ziekenhuizen. Alleen deze maand zijn er 7330 mensen positief getest op COVID-19. Vanaf de pandemie zijn intrede date in Suriname zijn er 1199 mensen gestorven aan deze zeer besmettelijke ziekte. We bevinden ons maar net in de vijfde golf en we zien al dat het reproductiegetal aan het dalen is. Wil dat zeggen dat wij de piek van deze golf al bereikt hebben? Het is nog te vroeg om te zeggen of de piek voorbij is of niet. En we moeten beseffen, kijkt u maar naar de positief percentage. Ja. Dat geeft aan dat er een behoorlijk deel buiten nog rondloopt met weinig klachten, met misschien geen klachten. Dus de echte piek zien we misschien niet. Die is misschien in de zogenaamde schaduwcurve, zoals ik het meestal noem. Dus de curve die zich beweegt, die onzichtbaar voor ons is, als het ware. En dat zijn de mensen die zich niet laten testen. Ja. En met een variant waarbij je milde klachten krijgt bij gevaccineerden vooral, dan kan je je voorstellen dat iemand die misschien een keertje een half uur hoofdpijn heeft gehad en daarna weer niets meer voelt, die gaat zich echt niet testen. Nee, maar misschien is de persoon inderdaad besmet geweest en is hij snel hersteld van het virus. En dat kan de cijfers beïnvloeden. Dus we kunnen nog niet praten over voorbij de piek of niet. Voor ons is het wel belangrijk. Wat is de hoogte van de positief percentage? Hoeveel mensen zijn er inderdaad in een week als nieuwe gevallen getest? En hoe zit het met onze ziekenhuisbesmetting? Dat is heel erg belangrijk om te volgen, om te weten hoe gaan we beleid verder formuleren. Ja. En terwijl de positieve getallen blijven stijgen, zien wij ook dat toch meer mensen zich nu laten vaccineren. Een blik op de COVID-19 vaccinatiedashboard laat merken dat van het totaal aantal gevaccineerden met minimaal 1 dosis er nu 262.555 personen zijn gevaccineerd. Dat is 43,67% van de totale populatie en 54,51% van de doelgroeppopulatie, oftewel de 12-plussers. Kijken we naar het gedeelte gedeeltelijk gevaccineerd, zien wij dat er 32.689 prikjes als eerste dosis zijn toegediend en dat brengt ons op 5,44% van de totale populatie en 6,79% van de doelgroeppopulatie. 229.866 prikjes zijn toegediend als tweede dosis en dat is 38,24% van de totale populatie en 47,72% van de doelgroeppopulatie. Heel wat mensen haasten zich nu ook voor de boostershot. Tot nu toe zijn er 27.985 prikjes toegediend als boostershot. En dat brengt ons op 4,66% van de totale populatie en 5,81% van de doelgroeppopulatie. Momenteel wordt er gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin, het Pfizer-vaccin en het Sinopharm-vaccin. Als we kijken naar de cijfers op de dashboard, zien wij dat er wat dalingen plaatsvinden. Zo is het reproductiecijfer flink gedaald in een paar dagen tijd. Wel blijft het aantal ziekenhuisopnames stijgen. In het live opbelprogramma Niet Zomaar een Prikje via de STVS geeft de directeur van Volksgezondheid, Regis Gyader-Sukul, aan hoe de dalingen plaatsvinden. Er is inderdaad een lichte daling in absolute cijfers, maar we moeten wel beseffen,
We zijn in cijfers van qua gemiddelde nieuwe gevallen per dag op hoogste aantal in principe sinds dat COVID bestaat. Dus boven de vierde golf. We hebben een paar dagen geleden waren we boven de 600. Dus die cijfers hebben we niet gehad per dag. Maar dat kwam ook doordat een van die dagen we boven de 900 hadden. Mm-hmm. Oké, dus de R die is dalend, maar dat is omdat we per week, vorige week, veel hogere gevallen hadden. En we vergelijken de gevallen die in telkens in een week zich verzamelen. Ja. En dat bepaalt in principe de R. Daarom dat de R gaat dalen. En ja, inderdaad, laten we hopen dat we hem snel onder de 1 krijgen. En wat betreft de opnames. Het is de opnames, de stijging van de opnames, daar zijn er twee verklaringen voor. De eerste is dat er inderdaad, wanneer er veel mensen besmet zijn met het virus, dat we moeten beseffen dat er een deel van die mensen wat ernstiger zieker kunnen zijn. Vooral de mensen die niet gevaccineerd zijn, die kunnen ernstig ziek raken. Maar, dus dat is dan één component. Een component waarbij een klein deel van de, een deel van de mensen die besmet zijn met het virus, in het ziekenhuis kan belanden. En dan heb je een tweede component. Een tweede component is waarschijnlijk komen we er straks op, maar we weten inmiddels, het is bevestigd vandaag, dat Omicron ook in Suriname circuleert, de Omicron variant. En bij Omicron blijkt het dat vooral bij de mensen die een boosterprik hebben gehad, dat de symptomen heel mild zijn. En wanneer iemand opgenomen is en het blijkt dat een van de zorgmedewerkers uitvalt, omdat hij COVID heeft, dan moeten we kijken van hey, waar is de bron? Is de bron niet binnen de mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn? En dan blijkt er dat er mensen die voor non-COVID gevallen opgenomen zijn geweest, dat er ook COVID-positieve ertussen zitten. En dan moet je dan iedereen gaan screenen om te kijken wie moet in zo'n non-COVID afdeling blijven en wie niet. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de afgelopen periode vaker vragen gekregen over de toepassing van zelftesten voor COVID-19 in thuiszetting. Het is inmiddels bekend dat er op diverse plekken in Suriname antigeensneltesten voor de diagnostiek van COVID-19 worden verhandeld. Alhoewel het ministerie niet tegen de toepassing van thuiszelftesten is, worden wel de volgende aanbevelingen gegeven aan de samenleving. Niet alle antigeentesten welke verkrijgbaar zijn, zijn even betrouwbaar. Het is belangrijk dat voor de diagnostiek van COVID-19 er een betrouwbare test wordt gebruikt. Aan importeurs en of bedrijven die antigeentesten verhandelen, wordt dringend een beroep gedaan om slechts testen in te voeren en te verhandelen die voorkomen op de lijst van aanbevolen antigeentesten. De link van deze lijst is terug te vinden op de social media kanalen van het ministerie. Om de betrouwbaarheid van het resultaat van een test te verhogen, adviseert het ministerie, indien u over een test beschikt, om de test via de huisarts te laten uitvoeren. Op de huisartsen wordt een beroep gedaan om de uitvoering van de zelftest te laten plaatsvinden onder hun supervisie voor de bij hun ingeschreven patiënten. Het resultaat moet daarna door de arts worden doorgegeven aan het BOG via de bekende methode. Het is een meneer die al een poosje ziek is en het kan voorkomen dat je eigenlijk uit de besmettelijke fase van COVID bent. In dat geval krijg je dan een negatieve test. Bij de PCR krijg je een CT-waarde, noem je dat. Die kan heel hoog zijn. Dat betekent dat je eigenlijk uit de infectieuze fase bent. Er zijn mensen die of uit hun COVID zijn genezen verklaard, die kunnen dan een negatieve antigeentest hebben. Om de druk op de swapposten enigszins te verminderen, heeft het ministerie de COVID-19 swapposten bij het BOG en Tropkliniek verruimd naar 8 uur 's avonds, ingaande maandag 10 januari 2022. Indien u klachten heeft welke passen bij COVID-19, wordt u gevraagd om zo snel mogelijk een swap te ondergaan. Je heeft het zelf gezien, men is in mijn mond gegaan en ook in mijn neus. Doet het pijn? Nee, het is gewoon dat men
Voor het coronavirus moet het, omdat men in je neus gaat wat je niet gewend bent. Dus het kriebelt even, dat kietelt ergens. Maar na 2 tot 3 minuten is dat alles voorbij. Ik roep je op, mocht het zo zijn dat je symptomen vertoont, je zit van in je hoofdpijn, een droge keel, gaat u deze swabtest doen, zodat u er zeker van bent dat u uw naaste niet besmet. Ik ga weer baralen de branden als je zegt, een goed test, onnevrede, als dan niet, doe je niks. Laat je dus liever testen door een deskundige. Het zijn bij jou huisarts, of bij biologie, of bij Tropkliniek. Dr. Shifayat William legt uit hoe zo'n sneltest werkt en waarom je liever laat testen door een deskundige. Ja, het is eigenlijk een sneltest, zoals de naam zelf zegt, dat je dan binnen 15 tot 20 minuten resultaat hebt in vergelijking met de normale PCR-test die 4 tot 8 uur zelf duurt. Het idee is dat als je zo'n sneltest dan inzet, dat je patiënten dan makkelijker kan doorschuiven naar de desbetreffende afdeling. Zijn ze positief, nou, dan kunnen ze makkelijker naar de afdeling gaan waar de positieve worden opgevangen. Maar de testen hebben een sensitiviteit van 95%. Dat betekent dat er nog 5% mogelijk vals positief is of vals negatief. Dus daar moeten we nog even afwachten. Ook mensen die dubbel gevaccineerd zijn, kunnen positief worden. Maar het beloop is veel milder. Misschien als deze man niet gevaccineerd was, zou je misschien op de intensieve keer liggen, zeg maar wat. Dat hij dan meer zuurstofbehoeftig zou zijn. Spanje bevindt zich momenteel in de 6e golf. Zij hebben onlangs besloten dat wanneer zij uit deze golf komen, zij COVID zullen beschouwen als reguliere zorg. COVID zal gezien moeten worden als een griep. Dat stellen de gezondheidsautoriteiten in Spanje. Zou Suriname ook niet zo een systeem gaan toepassen? Ik zeg het altijd, de cijfers gaan bepalen wat wij moeten formuleren als beleid. Want als wij nog steeds heel veel opnames hebben en we krap zitten met personeel in de ziekenhuizen, dan kunnen we onmogelijk zeggen van, we kunnen alles versoepelen, want in het buitenland heeft men al gezegd van, het wordt een griepje. We moeten beseffen, kijkt u, mevrouw Ernel heeft het net mooi gezegd, van in het begin had men al zo'n veronderstelling dat een vaccin ons uit zo'n pandemie kan halen. Inderdaad, gelukkig hebben we de technologie mee en dat we in de loop der decennia veel hogere technologie kunnen toepassen om medicijnen te vervaardigen en ook vaccins. Maar we moeten beseffen dat 100 jaar geleden, dat toen de Spaanse griep heerste, voordat de Spaanse griep een griepje werd, was het langer dan een decennia. Toen was er geen technologie om een vaccin sneller te ontwikkelen. Ja. En dus dat moet men beseffen. En waarschijnlijk herhaalt de geschiedenis zich, maar laten we niet voorbarig zijn. Maar het blijkt dat ook een wat mildere variant ervoor gezorgd heeft dat de kudde-immuniteit, de groepsimmuniteit van samenlevingen eerder bereikt werd dan eerder bereikt werd. En dat kan ook, inderdaad. Maar we moeten beseffen, vaccinatie is er wel, gelukkig, om ons groepsimmuniteit eerder te laten bereiken, waardoor we wat meer kunnen permitteren aan versoepeling. Maar we moeten ook beseffen dat er varianten kunnen ontstaan, en Omicron is bijvoorbeeld is ook een voorbeeld van, die de mikpunt van het vaccin ook kan omzeilen. Ja. Vele vaccins zijn gebaseerd op de spike-proteïn bijvoorbeeld van het virus. En er zijn een aantal conventionele vaccins die bestaan uit verzwakte virussen. Dat kan inderdaad op meerdere eiwitten gefocust zijn. Maar als een milde variant raast over een samenleving, dan heb je ook een behoorlijk percentage met natuurlijke immuniteit. En het zou heel mooi zijn als je, en de milde variant, die doet zich voor binnen de gevaccineerde populatie. Moet laten we even duidelijk zijn, neem de kans niet om gewoon COVID-19 te krijgen. Want een bepaald percentage, en vooral onder risicogroepen, en onthou in Suriname, 1 op de 2 personen met een risicofactor, die weet het vaak niet. 1 op de 2 personen met diabetes mellitus of hypertensie, die weet het niet dat die aan diabetes mellitus of hypertensie leidt. Dus neem de kans niet om gewoon COVID-19 ongevaccineerd te nemen en natuurlijke immuniteit op te bouwen. Want evengoed eindigt het niet goed voor je. Dus
liever ga je vaccineren, ga je zelf vaccineren als je het nog niet hebt genomen. Want tenminste ben je dan een beetje beschermd met de eerste prik. En na een tijdje neem je de tweede prik. Maar het is gebleken dat na je boosterprik Omicron variant wat milder verloopt. Dus wat betreft het loslaten en het versoepelen, waardoor COVID gewoon een griepje wordt, dat hangt echt van het goed vervolgen van alle cijfers die te maken hebben met het versoepelen. En vooral de druk op de zorg. Dat gaat uiteindelijk bepalen of we kunnen versoepelen of niet. Dus als u ook de versoepeling wenst, zou ik adviseren het advies van de directeur Rakesh Gyalda-Sukul op te volgen. Laat je vaccineren. Voor alles wat posten en vaccinatiesites kan je de social media kanalen van Volksgezondheid bezoeken om de juiste adressen te achterhalen. Ga niet in op fake berichten en roddels over COVID-19. Volg de juiste kanalen voor de juiste informatie. We zijn hiermee aan het einde gekomen van dit journaal. We zijn er vrijdag weer met de andere aflevering van het COVID-19 journaal. Tot dan!